Het eerste deel uit de groep van 169 landbouwers, verwerkers en producenten heeft vanmorgen landbouwmachines en apparaten ontvangen uit de Suriname Agriculture Market Access Project, SAMAP. Het gaat om in totaal 14.000 stukken apparatuur die worden aangeschaft voor personen uit Para, Komewijne, Saramaka, Wanica, Paramaribo, Sipaliwini en Marowijne. In de komende weken gaat SAMAP naar de districten om de apparatuur te brengen en uiterlijk juli moet een ieder zijn voorzien. Het doel van dit project is om de landbouw te helpen groeien met standaard apparatuur zoals brushcutters. Maar nu is er ook apparatuur dat de landbouwsector in Suriname zal stimuleren door de introductie van innovatie en technologie, zegt Erik Sabayos, Chief Technical Advisor van SAMAP. New technology for developing the agriculture sector in Suriname. And we are pleased today to deliver first company in Suriname to use a technology like the drones for the works in their agriculture processes, fertilization, pesticide control, and so on and so forth, in a more efficient way. This equipment, minister and friends, in 15 minutes of work, you can work a whole hectare. 1 hectare, you can do it in 15 minutes. Impressive. Voor Sabayos is dit een begin van een nieuwe era voor Suriname en deed een beroep op degenen die apparatuur krijgen om vooral ook samen met elkaar te werken. LVV-minister Prahlad Zewdien spreekt van een momentum omdat de prijzen van landbouwgewassen op dit moment goed zitten. Maar deed ook een oproep aan de ontvangers van een schenking om hun aanplanten te verzekeren. De verzekering is nog niet mogelijk in Suriname. En dus heeft de minister een team aan het werk gezet dat het idee moet uitwerken. Mocht er weer zo'n calamiteit zich voordoen, dan wordt hij uitgekeerd vanuit zo'n pot. Maar wat ook gaat gebeuren, als je zo'n crop insurance hebt, dan gaat de rente bij de bank ook lager. Omdat het risico voor de bank dan ook minder wordt. Waardoor zij wel de ruimte hebben om een lagere rente te chargen bij u. Weer een stap verder. We werken nu aan een waarborgfonds. Van mocht er een calamiteit zijn van een groot aard, van een zware aard, dat wij zo'n waarborgfonds kunnen aanspreken. De overheid neemt maatregelen, maar zal in het verlengde daarvan ook eisen stellen, zoals het lidmaatschap aan waterschappen, waarmee een goede waterhuishouding wordt geregeld. Het ministerie werkt ook aan de laboratoriumfaciliteiten, het keuren van producten en landbouwvoorlichting. Met de overhandiging vandaag is er bijna 70% van het SAMAP Small Grant Project gerealiseerd, waarmee er meer dan een half miljoen dollar is geïnvesteerd in de landbouw.